Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 6 augustus. Het is stralend weer in Nederland, er is slechts weinig bewolking, af en toe zien we wat hogere wolkenvelden voorbij komen. En de temperatuur is weer flink opgelopen. Het is inmiddels 30 graden in de beeld geworden vanmiddag. En dat betekent dat de tweede landelijke hittegolf een feit is, de tweede landelijke hittegolf van 2018. En dat gebeurt niet vaak, het is pas twee keer eerder gebeurd sinds de metingen van 1901 dat in één jaar twee landelijke hittegolven aanwezig waren. Nou, veel zon dus vanmiddag met temperaturen boven de 30 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Er staat dan een oost- tot zuidoostelijke wind in het binnenland. Aan zee waait de wind over het algemeen ook van zee nog. Temperaturen dus hoog vanavond, ook vannacht zal dat het geval zijn. Het wordt zo'n 15 tot 20 graden, maar in de stedelijke gebieden blijft de temperatuur waarschijnlijk nog wat hoger. Het is helder en misschien dat er een enkele misbank ontstaat. En morgen, ja, dan wordt het nog warmer. Maximumtemperaturen dan tussen de 31 en 36 graden, misschien lokaal wel 37 graden in het zuidoosten van het land. Het is weer zonnig in de lopende dag. Ontstaan er wel wat stapelwolken en mogelijk dat er in de lopende van avond vanuit het zuidwesten een paar stevige onweersbuien onze kant op gaan komen. En dan de dagen, erna. nou die hitte die gaat ...eindelijk verdwijnen, laat ik het zo maar zeggen. Het wordt wisselvalliger. Woensdag is een overgangsdag. Dan kan het nog wel zo'n 24 tot 29 graden worden. Vooral in de ochtend kan er dan nog een stevige bui vallen. Mogelijk met onweer. In de middag knapt het wat op. Donderdag passeert er een koufront zoals het er nu naar uitziet. en krijgen we te maken met flink wat regen in heel het land. Temperaturen liggen voor het front nog wel tussen de 23 en 26 graden. En vrijdag zitten we dan in de koelere lucht en dan wordt het maximaal 21 tot 23 graden. Dan verwachten we geen 25 graden meer in het land en dat betekent dat aan alle hittegolven dan een einde gaat komen. Ook het weekend verloopt nog wisselvallig met van tijd tot tijd buien en dus wordt het eventjes iets minder tijdens deze zomer. Maar aan de andere kant, de neerslag die is wel goed voor mens en natuur. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.